Nieuws, slachtoffer spookrijder is Tilburgse danseres en model Dominique, 22. Slachtoffer spookrijder is Tilburgse danseres en model Dominique, 22. Tilburg is in rouw om de dood van de 22-jarige Dominique Kloesberg. Het veelbelovende model kwam zondagavond om het leven bij een frontale botsing met een spookrijder op de A73 bij Roermond. Ook de 26-jarige Paul die op haar inreed overleefde de aanrijding in de Roertunnel niet. De klap was zo heftig dat brokstukken over honderden meters verspreid lagen. De spookrijder botste zondag rond 22:30 frontaal op de auto van Dominique Kloesberg. Volgens getuigen moest de man toen al enkele minuten op de verkeerde weghelft hebben gereden. Zo zag beveiliger Maurice Steins hem om 22:24 in volle vaart op zich afkomen. Steins parkeerde geschrokken zijn auto op de vluchtstrook en belde meteen 112 om de politie te waarschuwen voor het gevaar. Nu vraagt hij zich af waarom de route door na zijn alarm niet direct werd afgesloten. Maar volgens Rijkswaterstaat is de reden heel simpel, er was domweg niet genoeg tijd om in te grijpen en het ongeval te voorkomen. De politie onderzoekt waardoor de Pool op de verkeerde helft reed en of er wellicht drank in het spel was. Danseres en model. De omgekomen Dominique Kloesberg was professioneel danseres en model. Ze was onder meer te zien als het nieuwe gezicht van Pathé bioscopen op honderden affiches. Die posters worden uit respect voor de nabestaanden direct weggehaald, aldus de filmdistributeur. Een woordvoerder, we laten het aan de familie over of ze terugkomen. Op sociale media heerst de verslagenheid om de dood van het model. Vrienden en kennissen treurden om het verlies van het loyale en slimme en lieve talent. Ja, de Zandbergen, eigenaresse van het entertainmentbureau waar Dominique werkte, ze heeft voor mensen veel betekend. Alle collega's konden fijn met haar werken, ze was een oprecht gedreven, fijn persoon. Dominique is oud-leerlinge van het Eau de Hulpus Lyceum in Tilburg en zat in het laatste jaar van de opleiding International Livre Studies aan de Fontys Hogeschool. Daarmee was ze volgens Zandbergen bijna klaar. Ze was juist klaar om te gaan leven. Op de hogeschool is geschokt gereageerd op het nieuws. Dit is afschuwelijk, zegt een woordvoerster. De school heeft vandaag een bijeenkomst gehouden voor klasgenoten van Dominique en docenten van de opleiding. In overleg met haar familie bekijken we of we verder nog wat gaan doen.